Wat we doen is een beetje mindful lopen in het begin. En dan, ik zeg tegen de mensen, zie het kasteel. Het kasteel is echt omringd door water aan alle kanten. En ja, het water was een vriend, maar ook een vijand voor het kasteel. En dat is ook ons leven vandaag. Want wij zijn omringd door zoveel negativiteiten. Maar het is afhankelijk op ons. Hoe kunnen we krachtig zijn, net als het kasteel? Welkom bij Muiderslot. Tussen je oren. Vandaag luisteren we extra goed naar de omgeving. Zowel de geluiden van buiten als binnen in onszelf. Ik ben Roos. En in deze aflevering ga ik op zoek naar de helende werking van de tuinen van het Muiderslot. Een onderwerp dat actueler is dan ooit. Met de een na de ander die overspannen is of een burn-out krijgt. En de yogascholen die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zelf ga ik 2 keer per week naar yogales. En ik heb een cursus Oosterse filosofie gevolgd. Een beginneling dus. Maar het onderwerp spreekt me erg aan. Daarom vind ik het extra leuk dat ik vandaag yogales krijg van de enige echte kasteelyogi van Nederland. Nitish Sudhir Soundalgekar. Ik ga met Nitish naar de slotkapel van het kasteel. Een plek voor bezinning en hoop. In middeleeuwse kastelen was er altijd een plek waar mensen naartoe gingen om te bidden en tot rust te komen. Er waren altijd problemen en vijanden en daarom was hoop belangrijk. Tegenwoordig geeft Nitish hier elke maand een yoga-workshop. Wat maakt dit zo'n mooie plek om yogalessen te geven? Ik vind dat deze slotkapel de rustigste plek van het kasteel is. Daarom geef ik hier de les graag. Een plek om zen van te worden dus. En een ruimte waar de echo zo lekker klinkt. We gaan erheen voor een om-geluid. Een mantra dat ik tijdens mijn yogalessen vaak chant, zoals dat heet. De eerste keer dat ik dat deed, voelde het nog wat zweverig en ongemakkelijk. En ik had geen idee waarom ik dat geluid moest maken. Maar inmiddels kan ik het wel waarderen. Waarom maken we dat geluid? Ja, er zijn heel veel verhalen over Om. Maar wat is belangrijk om te weten is dat Om brengt ons tot rust. Ons lichaam en onze geest. Nou Nitish, laten we even bij het begin beginnen. Wat is yoga en mindfulness? Ja, de logica van mindfulness heeft te maken in harmonie te blijven met het heden. Wat doe ik? Wat ben ik aan het doen? Wat is mijn gedrag? Wat eet ik? Wat denk ik? En dat is inderdaad verbonden met yoga. Of zou ik zeggen, yog, dat is eigenlijk de correcte uitspraak. Maar maakt niet uit als je yoga of yoga zegt. Maar yog komt uit een Sanskriete verb en die heet yuj. En yuj betekent unie, dus vereniging. En wat zijn we hier aan het verenigen? Onze body, mind en spirit. Dus en er is een heel belangrijk boek van yoga, heel lang geleden geschreven voor Christus. En dit boek heet Yoga Sutra. En Yoga Sutra is echt ja, het boek van yoga. En daar, de sutra zegt, yoga chitta vritti nirodha. En dat betekent, yoga is het elimineren van mentale obstakels. Dus er is niks zodat, oh ja, je doet een hoofdstand of je doet iets heel ja, bijzonder. Nee, het is alleen elimineren van het mentale obstakels. En dan ook is er een mooie definitie van yoga, van Bhagavad Gita. En dat is yoga karmasu kaushala. En dat betekent, uitmutenheid in karma is yoga. Geef jou 100% in wat je bent aan het doen. Wat mensen denken dat karma is iets negatiefs, maar eigenlijk niet. Het is echt jouw taak wat jij bent aan het doen. Oké. Nou, ik denk dat ik hier al duidelijk uit terug hoor dat jij zelf ook uit India komt. Zeker. En nou ja, ik kan me zo voorstellen dat je daarvan veel van dit hebt geleerd. Hoe ben jij daar met spiritualiteit in aanraking gekomen? Ja, ik kom uit Mumbai. Dat is een heel grote stad. Yeah. Maar we wonen vlakbij een bos. Dus heel mooie natuur en zo. Dus natuur speelde een heel grote rol voor mij. Meer spiritueel te worden. En ik ben ook opgegroeid in een traditionele hindoeïstische, brahmanistische familie. Dus wij zijn vegetarisch vanaf geboorte, nooit alcohol, nooit gerookt. Dus ik had een beetje ook in mijn achtergrond meer spiritueel te worden. En dan, er was ook heel veel focus op oude Sanskriet. Dat is een heel oude taal voor mantra's zingen. Dus ja, zo was ik sinds mijn jeugd al een beetje dichtbij yoga. Ja, dus jij deed in India ook al veel aan yoga, of yog moet je zeggen. Precies, ja. Ja, soms zijn er ook les aan de school die mensen kunnen volgen. Ja, is heel beroemd. En hoe is dat dan nu in Nederland? Jij woont hier nu 2 jaar, toch? Ja, 2 jaar. Ja, en wat betekent spiritualiteit voor jou hier in Nederland? Ja, goede vraag. Ik was hier als een student 2 jaar geleden en ik was hier al 2 keer als een toerist, maar om echt te leven was altijd iets anders. Dus hoe kan ik met deze nieuwe omgeving beter, beter gaan? Dat was echt voor mij een beetje uitdaging. Maar ja, ik heb bepaald dat ik moet mijn 100% geven. En zo ben ik met de Nederlandse cultuur goede dingen geleerd. En dat is ook spiritualiteit voor mij. Ja. Ja. Dus yoga heeft jou ook wel een beetje er doorheen gesleept. Precies. In het begin, als het best lastig is. Hè? Ja, zeker. Meer gebalanceerd te blijven. Ja. Dat ook. Ja. Mooi. Mm-hmm. En jij bent ook yogaleraar. Hoe ben je dat geworden? Ja, toen ik 19 was, ging ik naar Rishikesh. Dat is een stad in de Himalaya. En dat is echt een yoga-hoofdstad ter wereld. En daar zijn ook vele... Ja, daar heb ik gerealiseerd, er is zoveel kennis dat we niet met onze ogen kunnen zien. Er is zoveel in de natuur, met deze houdingen, met alle spiritualiteit. En daar heb ik echt van mijn gurus geleerd. En zo geef ik yogales in mijn vrije tijd, nu sinds 6 jaar. Oh ja. Ja. En waarom denk je dat yoga zo populair geworden is, hier in Nederland? Hebben we tegenwoordig meer stress? Of wat is daar gaande? Eigenlijk, stress existeert overal. Ook in Azië of in Afrika of in Europa. Dat is niet... Ik denk dat mensen merken hier de heel goede effecten van yoga op hun lichaam. Er is altijd stress en mensen willen altijd iets om beter rust te hebben. Er zijn ook andere dingen die mensen kunnen doen voor rust te krijgen. Maar mensen hebben ook gezien dat met yoga hoef je niet afhankelijk op iets externe te zijn. Want gelukzaligheid is van binnen. Dus dat merken de mensen. Daarom denk ik dat het populair geworden. Ja, en je hebt eigenlijk alleen een yogamat nodig. En, precies, ja. Het is best wel makkelijk om te... Heel makkelijk. De drempel is best laag. Ja. En wat voor verschillen zie jij in de manier waarop we in Nederland met spiritualiteit omgaan en hoe ze dat in India doen? Ja, eigenlijk heel veel verschillen. Ten eerste heb ik gezien dat hier meer vrouwen yoga doen. En dat was ook interessant, want veel van mijn gurus waren mannen in India. En hier zeggen, oh, yoga is iets voor vrouwen. En ik zeg, nee, dat is niet zo. Iedereen kan spiritueel worden. En ik moet zeggen, er is ook veel commercialisatie in spiritualiteit. Dat is een soort van trend. Maar commercialisatie is op elke locatie. Daar kun je echt niets aan doen. En je hoeft niet veganistisch of vrij spirit te worden. Dat zie ik ook met mensen. Oh, yoga? Oh, die zijn deze mensen. Maar ik zeg, nee, dat is niet zo. Het is echt voor iedereen. Want we merken hoe moeilijk is het gewoon rustig te zitten. En dat is echt, ik zie dat is een verschil. En waarom is dat zo'n vrouwending hier dan? Ik denk, want er is ook veel met flexibiliteit te doen. En misschien, veel mannen gaan naar gym. Ik ga daar ook, ik doe allebei yoga en gym. Maar ik denk, want het is meer van kalmerend ding. En misschien... paar mensen, mannen, denken dat, oh ja, we moeten echt iets sterk doen. Maar eigenlijk kun je ook sterk worden met yoga, fysiek en ook mentaal. Dus ja. Een oproep aan alle mannen. Precies, ja. En nu werk je op het Muiderslot. Waarom is dit zo'n geschikte plek voor yoga? Ja, nu werk ik bij het Muiderslot een beetje meer dan 1 jaar. En ik ben hier echt in de coronatijden vorig jaar aangekomen met onze directeur. We waren in gesprek. En we hebben gerealiseerd, hoe kunnen we mensen bereiken met positiviteit? Dat is ook heel belangrijk, want er zijn zoveel problemen met corona en zo. En er zijn zoveel mensen die hier voor de yogales komen, die nooit een museum hebben gezien. Dus het is echt een mooie manier om mensen te betrekken. En op welke plek hier doe jij dan het liefste yoga? Ja, ik doe het in de Pramoboomgaard, buiten. Want daar is echt... je hebt dit gevoel in natuur te zijn. En de deelnemers vinden het altijd leuk naar het kasteel te kijken. Maar ik vind zelf op de andere kant, dan ben ik echt in natuur. En met yoga, je bent niet aan het ontsnappen van iets. Je bent echt in de natuur, je wordt krachtiger en dan terug naar het normaal leven. Dus dit is zo een balans levensstijl. Mooi. En vul jij hier dan je hele week met yoga op het Muiderslot? Of elk uur een yogales? Volgens mij niet. Maar wat doe jij nog voor ander werk hier? Ja, hoor, yoga is alleen 1 keer in de maand, elke tweede zaterdag van de maand. En ja, want wij willen dat echt speciaal houden, niet heel veel commercieel maken. Maar ik ben ook medewerker voor afdeling educatie, een speciaal focus op inclusie en toegankelijkheid. Dus we hebben verschillende doelgroepen, zoals mensen met visuele beperkingen, verstandelijke beperkingen, eenzame mensen, oudere mensen, jongere mensen. En dan ook ja, de bibliotheek in Muiden, daar zijn we ook bezig met inclusie. Hoe kunnen we meer mensen in de gemeente betrekken? Dat kan ook van verschillende achtergronden zijn. En dan, ik doe ook een beetje hulp met collectieonderzoek. Dus ja, en Genoeg te doen. Ja, en ik doe het altijd met veel plezier. Dus, ja, dat zie ik wel inderdaad. En hoe verbind jij dan de prachtige kasteeltuin hier en de geschiedenis aan yoga? Want daar heb jij ook speciale manieren voor. Ja, wauw. Waar kan ik beginnen? Want ik wil niet alles onthullen. Maar wat we doen is een beetje mindful lopen in het begin, in de tuinen. Een beetje, ja, wat kun je zien, wat kun je proeven, wat kun je voelen. Die kruiden en de groenten en zo. En dan, ik zeg tegen de mensen, meer, zie het kasteel. Het kasteel is echt omringd door water aan alle kanten. En ja, het water was een vriend, maar ook een vijand voor het kasteel. En dat is ook ons leven vandaag, want wij zijn omringd door zoveel negativiteiten, maar het is afhankelijk op ons. Hoe kunnen we krachtig zijn, net als het kasteel? Dus zo, en dan gaan we meer diep in de prama-boomgaard, daar doen we de yoga-houdingen, veel houdingen die ons kracht geven. En ja, en dan is het heel mooi aan het einde. En ook allerlei geluiden probeer je daarbij te betrekken? Ja, zeker. Ook tijdens het mindful lopen, dat zeg ik tegen de mensen dan. Hey, wat hoor je hier? En ook geluid van de wind. Maar als je meer boven loopt, dan komen er sterkere windgeluiden. En dat was ook speciaal in die tijden, want Utrecht was een vijand voor het Muiderslot. Dus vandaar... In de middeleeuwen. Ja, precies. Ja. En dan de soldaten hebben ook met geluid van de wind. Oh ja, we moeten bewust zijn. Dus ja, zo maak ik ook mensen bewust. Ja, dus eigenlijk zet je zintuigen op een andere manier in... om ook weer anders naar de geschiedenis te kijken. Precies, ja. En wat, als we nu het toch over de middeleeuwen hebben... de ridders die hier toen rondliepen... wat voor effect zou yoga op hun hebben gehad? Ja, nou, ik heb op school geleerd dat Napoleon... hij slaap vaak op zijn paard. En dat was ook een manier voor hem te relaxen. Want hij was zo hard bezig met alles. Dus... wat ik zie is dat er is veel onderzoek gedaan met de ridders en deze soldaten. Ze hadden slaaptekort, ze hadden depressie. Wat wij zien is, oh, krachtige mensen. Maar eigenlijk, ze hadden wel problemen. Dus ja, wat ik kan zeggen is dat ze waren zeker gebalanceerde mensen. En dat komt met goede ademhalings. En dat is heel belangrijk, want... nu in Nederland, in het leger, is het ook yoga geïntroduceerd. Nu dus, in het leger? Ja, ik denk 4 jaar geleden of zo. Ja, dus ja, ik zie dat meer mensen van het leger vinden dat ook leuk. Ja, die hebben daar wel baat bij. Ja, zeker. Nou, en we weten ook uit brieven van P.C. Hooft... dat hij erg genoot van de tuinen en de pruimenboomgaard op het Muiderslot. Gebruikte hij die tuinen ook om tot rust te komen? Ja, als ik kijk naar dit kasteel, dit was ook vooral in de wintermaanden echt eenzame locatie. En P.C. Hooft voelde zich ook dan eenzaam. Daarom heeft hij zijn vrienden uitgenodigd om een mooie sfeer te creëren in de Riederzaal. En daarna gingen ze naar de Prama-boomgaard. En ja, dat was echt aan het einde van de zomer, vooral in einde augustus of september. Daar komen de mensen om meer gelukkig samen te zijn, een mooie sfeer te creëren. En ik heb een klein briefje hier van P.C. Hooft die ik ga lezen. Hij zei, aan me, juffrouw Tesselschade Vissers. Ik erbaar mij over onze arme pruimen, die niet in zonneschijn gebeuren mag. Wanneer zal het eens zijn dat wij de rijpe geeltjes met haren was onder de blauwe damasken zullen zien uitsteken, als staren aan heren hemel. Ik watertande er nu meer na, als ik ze in het oog heb. Dit was van 1632. En dit schreef P.C. Hooft aan Maria Tesselschade, een vriendin van hem. Ja. Maar wel meer dan een vriendin, volgens mij, kan zijn. Als ik dit zo hoor. Heel interessant. Hoe vat jij deze brief op? Ja, hij wilde zeker haar meer, meer excited, zou ik zeggen. Dat hij kom naar het kasteel, we doen iets heel moois in de zomer. Wie weet, misschien wilde hij iets meer. Yeah. Maar dat merk je, hij was dan eenzaam en hij wilde echt goede tijd brengen met de vrienden. Dus hij gebruikte de tuinen niet meer als, zeg maar, als rust voor zichzelf, maar meer om het geluk met anderen. Ja, precies. Ja, ja. En dat is ook uiteindelijk de bedoeling van yoga, dat je gelukkig wordt met andere mensen samen. Dus de Pramanboomgaard is echt een mooie locatie. Ja, nou laten we zo verder praten over hoe wij dat zelf kunnen gaan inzetten. Kasteelkok Siebren neemt ons voor de laatste keer mee de tuinen in. Vandaag staat er een mooie anekdote over geestelijke smulpapen voor je klaar. 4012 broden. 9 ossen. 55 schapen. 8 varkens. 4 wilde zwijnen. Grote hoeveelheden verschillende vissen. 200 kapoenen. 690 kippen. 3000 eieren, 580 patrijzen, 270 konijnen, 40 kievieten, 37 eenden, 59 duiven, 4 kraanvogels, 2 fazanten, 2 pauwen, 292 kleine vogels, 300 kilo kaas, 2000 appelen en ander fruit en 11 vaten wijn. Deze enorme lijst toont alle benodigdheden voor een feestelijk middeleeuws banket. Paus Johannes de 22e organiseerde dit banket aan het pauselijke hof te Avignon op 22 november 1324. Ter ere van het huwelijk van zijn achternicht. Johannes de 22e werd in zijn tijd bekritiseerd voor zijn verlangen naar de goede dingen in het leven. Een uitbundige levensgenieter. En tegenstanders van de paus zagen dit banket als een gewaarwording van zijn gulzigheid en vraatzucht. Dat de orde der geestelijkheid het niet altijd even nauw nam met de door hen zelf opgeschreven strenge regels met betrekking tot het nuttigen van eten, ontgingen ook de 17e-eeuwse dichters Joost van den Vondel en P.C. Hooft niet. De dichters steken de draak met de Amsterdamse kloosterorde der Kathuizers. Ondanks hun strenge regels bekend stonden om hun overdadige leven. Vondel schreef erover. Geen haar is ons gekrenkt, geen overlast gebeurd. Men heeft het klooster nooit in zijnen dienst gesteurd. Wij hebben staag volhard in onze ouden ijver. De boomgaard leed geen scha aan vruchten noch de vijver, aan vissen noch de kerk, aan dallerkleinste ruit. Waar de smulpaperij van de Kathuizers bekend was, gaat Hooft zelfs nog iets verder. In zijn toneelspel Warenar speelt Hooft met de uitdrukking hij het in paar wangen als in Kathuizer. De Kathuizers aten geen vlees, wel vis en groenten en kruiden uit de kloostertuin. Althans, dat was de bedoeling. Jij gebruikt mindfulness hier ook om op een andere manier naar schilderijen, naar de collectie te kijken. Hoe werkt dat? Ja, na de yogales gaan we ook binnen het kasteel naar de schilderij te kijken. En het is echt een nieuwe, niet een beweging, maar een nieuwe manier om naar schilderijen te kijken. Die heet slow art. En dat is echt jou aan te moedigen om wat rustig tijd door te brengen met een schilderij of een kunststukje. En wat ik daar leuk vind is dat veel mensen, ze hebben niet heel veel kennis van kunstgeschiedenis. En daarom vraag ik, hey, wat zie je in dit schilderij? Wat vind je bijzonder? Wat, misschien kun je daar, of wil je eten of proeven of zo. En dan heb je echt verschillende antwoorden. En dat is ook zeker leuk. Want Muiderslot, wij zijn echt een inclusieve organisatie. En ja, het is van iedereen voor iedereen. Dus altijd verschillende perspectieven zijn zeker belangrijk. Ja, want ik denk vaak dat mensen best wel zoiets hebben van... ik weet niks van schilderijen, dus ik snap het niet. Terwijl je ziet van alles. Ja, precies. Dus ja, je kan er gewoon je eigen dingen in zien. Ja, precies. Rustige tijd. Ja. En heb jij nog andere tips voor luisteraars... voor als ze de volgende keer in een museum voor een schilderij staan? Ja, ik zou zeggen, voordat je een museumbezoek begint... het is ook fijn als je een beetje momenten voor jezelf neemt. Want elk moment is belangrijk, dan ben je echt meer mindful. En ik heb gelezen dat Natural History Museum in Londen... ze doen daar ook yogales voordat de mensen naar de tentoonstellingen gaan. Dus ja, ik zie veel specialisten die dat doen. En ik hoop dat, ja, dat kunnen we ook hier meer doen. In Nederland. Maar denk je dan, als iemand hier dus binnenkomt... moet hij dan even een paar keer rustig ademhalen? Of zeker, voordat je de ruimte binnenstapt? Ja, ja, probeer te, zich te voorstellen, waar ben je echt? Dit is niet, je wil daar niet alles snel doen. Ja. Zodat je echt in het moment... in het moment blijven, ja. Nou ja, dan die yoga-workshops die jij hier geeft voor het publiek. Moet je eigenlijk lenig zijn om yoga te doen? Nou, yoga is weer voor iedereen, net als het Muiderslot. Je hoeft helemaal niet flexibel te zijn of zoiets. Soepele kleding werkt altijd beter. En yoga is geen wedstrijd of zo, want iedereen is anders. Voor mij een hoofdstand is heel makkelijk. Maar voor misschien iemand, dat is heel moeilijk. Ja, dus voor mij bijvoorbeeld. Ja, voor mij handstand is moeilijk. Dus het is even afhankelijk op de mensen. Dus, ja. En zijn er andere bepaalde mythes of vooroordelen over yoga? Ja, nou, zoals ik zeg in het begin ook, dat het alleen voor vrouwen is of voor hyperflexibele mensen is. Of ook voor vrije spirit of veganistische mensen, dat is ook niet zo. En sommige mensen denken dat ook yoga een religie is. Dat klopt ook niet. Er zijn zeker inspirerende dingen van het hindoeïsme en boeddhisme, zoals mantra's en zen, dat in yoga geïmplementeerd worden, maar... ja, het is echt geen religie. Yoga is heel oud in filosofie. Dus iedereen kan dat doen. Wat is een mantra? Mantra komt ook van Sanskrit. Mannat trayate iti mantra. En dat betekent wat je echt in je man, dus in je mind hebt. En dat kun je veel keer zeggen. Ja. En dan merk je... herhalen. Ja, herhalen. En dan dat merk je effecten op je lichaam. Zodat je ook weer meer in balans komt door die mantra's. Ja. En andere benodigdheden nog om yoga te doen? Soepele kleding dus? Ja, soepele kleding, matje is altijd goed. Verder niks. Blijf in het moment. En ja, geloof op je lichaam. En welke yoga-pose zou jij als eerste leren aan P.C. Hooft bijvoorbeeld? Of aan de luisteraars? Nou, als ik gezegd heb, ademhalingsoefeningen, die zijn in Sanskrit zijn die pranayama. En dat betekent, echt channelize jouw prana of die chi, jouw energie. En ik denk dat is echt het begin. Die flexibele houdingen die zijn niet het begin. Dus ik denk eerst goede ademhalen is belangrijk. Ja. Daarmee te beginnen. Ja. Ja, zeker. Want die pas jij ook wel toe achter de schermen van het Muiderslot. Want jij bent hier bezig met persoonlijke duurzaamheid, zoals dat zo mooi heet, voor de medewerkers van het Muiderslot. En hoe doe jij dat? Ja, op het gebied van vitaliteit hebben we dit beleid ontwikkeld, persoonlijke duurzaamheid. En dit vinden we echt noodzakelijk om ons als een organisatie te verhouden tot de maatschappij. Zo delen we bijvoorbeeld time management tips of yogales aan de medewerkers. En dan we hebben vergadering van alle medewerkers. En die beginnen we altijd met een mooie pranayama en stretching sessie ook. Dus ik zou zeggen, duurzaamheid is, je wil iets de wereld veranderen, maar verandering komt eerst van jezelf. En dat is belangrijk om te realiseren. En jij leidt dat dan aan het begin van die vergadering. En hoe kunnen luisteraars zelf nog wat meer mindful door het leven gaan? Ja, ik zou zeggen, begin je ochtend met goede oefeningen of zonnegroeten. Krijg positieve energie voor jou. Dan ben je echt heel vers voor de dag. En ik zou zeggen, als je niet heel veel tijd hebt, ik heb geen tijd is geen goede excuus. Dus er is altijd tijd. Dus maak tijd voor je lichaam. Ja, gewoon net even dat kwartiertje eerder opstaan. Dat kan ook, ja. En speelt eten ook nog een rol in dat mindful leven? Ik ben ook benieuwd of er hier namelijk dingen in de tuin staan die weer kunnen helpen om je meer in balans te brengen. Ja, een van de principes van yoga is ahimsa en dat betekent niet geweld. Dus in principe, dat kun je interpreteren als vegetarisch te zijn. Maar dat hoeft niet hoor. Het is echt afhankelijk op jou, zolang dat je bewust bent. Voor mij het was makkelijk, want ik was al zo. Maar in onze kasteltownen zijn er heel veel kruiden die echt veel goede invloed op je lichaam brengen. Dus er is ook lavendel en dat helpt heel veel in aromatherapie. Dat is ook verbonden met yoga. Lavendel. Lavendel, precies. En wat nog meer? Ja, er is ook venkelkruid en dat is echt een goede mondfrisser. Ja. En ja, dat is ook speciaal, want een van de dingen met yoga is ook shauch en dat betekent schoonheid. En dat is niet alleen mentale, maar ook fysiek. Ben je een presentabel persoon, dat kan ook, er zijn heel veel dingen. Er is ook citroenkruid, citroenmelies, goede eten, veel dingen in de tuin. Ja, veel voor in de thee ook. Ja, heel zeker. Veel munt, dat soort dingen. Heel veel munt, precies. Ja. Nou, ik ga zo wel iets plukken uit de tuin om een theetje van te maken. Ja, zeker. En laten we de aflevering in stijl afsluiten. Want hoe eindig jij altijd een yogales? Een ideale manier om yogales te eindigen is een shavasana. Dus een heel rustige laatste houding. Gewoon op de grond te blijven. En dan, een paar momentjes. Wat heb ik geleerd in deze les? Waar ben ik flexibel? Waar is er ruimte voor verbetering? Want dat is altijd, ook in mijn Nederlands, of ook voor mensen, meer flexibel te worden, gebalanceerd te worden, krachtiger te worden, fysiek, mentaal en geestelijk. Dus dat mogen jullie gaan doen, luisteraars. Zeker. En dan namaste, toch? Ja. Yes. Dit was Muiderslot tussen je oren. Een podcast van Rijksmuseum Muiderslot. Geproduceerd door Goeie Oude Koeien. De soundscapes zijn gemaakt door Thomas Hoonhout. Hij verzorgt ook de montage. Je luisterde naar een aflevering uit de reeks Tuinen. We maakten ook een reeks over kasteel en collectie, een reeks over water en eentje over podium. Alle afleveringen zijn te beluisteren via je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over de kasteeltuinen? Kijk dan op muiderslot.nl. Daar vind je ook de agenda vol wisselende activiteiten die het Muiderslot organiseert. Leuk dat je luisterde!